Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. IOL ondergaat positieve ontwikkelingen, VN jaar van de inheemse taal gelanceerd, openbare tapkranen in gebruik genomen, kwestie veiligheid op scholen heeft aandacht justitieminister en binnenkort oplevering verbrandingsoven en eerste steenlegging ziekenhuis Atjoni. In de afgelopen periode is er veel onduidelijkheid geweest rond het Instituut voor de Opleiding van Leraren IOL. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft hierover gesprekken gevoerd met docenten van het opleidingsinstituut. Er wordt hard gewerkt aan het traject om het onderwijsniveau in ons land naar grotere hoogten te brengen. Onderwijsminister Lilian Ferrier zegt aan de redactie van Focus het volgende. Ik heb vanmorgen dus met een groot aantal docenten op het IOL eigenlijk gedeelde informatie die de pre-bachelor commissie heeft voorbereid. We hebben de informatie uitgewisseld. Dit is trouwens een follow-up gesprek, want op 10 april hebben we de eerste aanbevelingen al met ze gedeeld. En deze groep was nu groter. En waar het nu om gaat is, we hebben dus de vakken, waar ga je aan werken, wat is de eis van zo'n pre-bachelor opleiding. Het is een afgeronde bachelor, pre-bachelor, zodat de startpositie van de aanstaande leerkrachten ook verbeterd wordt. Nu hebben we mensen nodig, we hebben de cursusbeschrijvingen, maar dat het nu werkelijk ingevuld gaat worden. En nogmaals, het is een gezamenlijk initiatief tussen de universiteit en het IOL. Dus de mensen die zaten nog met veel onduidelijkheden, die hebben we zoveel mogelijk bespreekbaar gemaakt. En ik hoop, ik heb nog geen rapportage gehad omdat ik hier zat, dat nu meer mensen van het IOL zich hebben aangemeld om zitting te nemen in de commissies van de universiteit. Dat loopt. Maar we willen juist die input van het IOL, dat het een gezamenlijk initiatief wordt. Wat belangrijk is, de inschrijving die blijft onder verantwoordelijkheid van de opleiding, van het IOL dus. De pre-bachelors zullen zich dus voor dat jaar kunnen inschrijven. De opleiding moet starten in november. En waar we ons nu over buigen, trouwens de tweede helft van juli zal er ook een informatiedag komen. Heel open, dan kunnen de studenten zelf, ze hebben dan hun uitslag en ze kunnen zichzelf ze kunnen zelf komen informeren en vragen stellen. Dus dat zijn we nu ook aan het voorbereiden. En tegelijkertijd zullen er een aantal andere commissies op gang gebracht worden. Onze te vroeg heen gegaan vriend Marcel, die had eigenlijk al alles voorbereid. Dus we hebben inderdaad door zijn overlijden een stuk vertraging. Maar we hebben het echt nu helemaal weer opgepakt. En we zijn echt ook dankbaar dat de mensen die toen al benaderd waren, voor het grootste deel zeggen, ja oké, we gaan het zelf weer doen. Dus de andere commissie gaan we dus nu ook weer invullen. En de opleiding of de afronding van de mastertitel, zodat de MOB-docenten ook master kunnen worden. Nogmaals, de voorzitter van ALS BVL heeft een beetje verwarring, want ze zegt ja, het is niet valide een verkorte opleiding. We hebben dat ook bij de bondsvergadering uitgelegd. Het gaat om een volwaardige masteropleiding, maar als je je MOB al hebt, dan heb je ten aanzien van een aantal vakken heb je natuurlijk al een voorsprong. Dus dan gaat het korter duren. Maar die standaard van die masteropleiding, die is hetzelfde uiteraard. Hoor ik u zeggen, minister, dat de naam IOL blijft bestaan? Nee. Het wordt niet het Instituut Opleiding Leerkrachten. We gaan echt, die naam hebben we nog als erfenis van meneer Valies. En het is inderdaad een academische opleiding leraar. Waarom?
Omdat het heel erg belangrijk is, ook al ben je docent, je moet ook je studenten kunnen aanzetten tot onderzoek, tot dataverwerking en zo. Dus je hebt toch een meer wetenschappelijke basis nodig dan alleen maar als je gefocust bent op jouw vakkennis. Dus dat stukje, dat wetenschappelijk traject, hoe pak je een project aan, hoe schrijf je een studie? Weet je, dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Hoe ontwikkel je een curriculum? En dus we vragen, want dat is eigenlijk onder mijn beleid. Gaan we voor een excellente onderwijsstructuur? De regering doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het onderwijsproces geen stagnatie ondervindt. Hiermee stelt minister Stuart Gedrouw van Justitie en Politie de samenleving gerust. U hoort de justitieminister naar aanleiding van recente berichtgevingen waarbij een onveilig gevoel ontstaan is bij burgers. Laat me dit ervan zeggen, er is een onveilig gevoel gecreëerd geworden. Ja, de melding was dat er zich een beroving had voortgedaan op een school in het Latour-gebied. En de dag daarop was de volgende rapportage naar mij toe dat er zich een zwerver bevond op het terrein, op het schoolterrein. Natuurlijk ga je dat onveilig gevoel hebben. Snapt u? We hebben gelijk na die melding gereageerd door de surveillance op te voeren, de zichtbaarheid van de politie op te voeren. We hebben ook meegenomen het instituut van buurtmanagement. De buurtmanager heeft de opdracht om dagelijks zo frequent mogelijk in contact te treden met die desbetreffende scholen. Toen was het die 2 scholen, maar naderhand is gebleken dus dat er de 9 scholen waren. In na afstemming met het ministerie van Defensie is er inmiddels ervoor gezorgd dat er statische beveiliging is. Dus ook de militairen zijn aanwezig om het veiligheidsgevoel wederom teweeg te brengen. Na de laatste rapportage kunnen we aangeven dus dat wel het geval is. Maar het gaat niet alleen maar over de scholen in Wanica. We nemen ook de scholen in het noorden mee. Ook de scholen in Paramaribo. Het is meer dan een wake-up call dat we de handen in elkaar moeten slaan om te voorkomen dus dat het eigenlijk het leerproces van onze kinderen, onze jeugd, wederom wordt verstoord. Het is natuurlijk een heel proces. Ja, om die geruststelling bij de mensen teweeg te brengen. Maar ze mogen er overtuigd van zijn dus dat wij vanuit de regering, met name het ministerie van Justitie en Politie, er alles zullen doen. En ook om die bijdrage te leveren aan die ontwikkeling van onze kinderen. Dat hebben we tot taak. Die handhaving moeten we op de juiste wijze doen. Op de juiste wijze bedoel ik dan zo adequaat mogelijk. Dus die geruststelling wil ik wel delen met de samenleving. De regering houdt zich aan het sociaal contract welke zij is aangegaan met de samenleving. Onlangs vond de officiële ingebruikname plaats van de openbare tapkranen, de Leiding 20. Wij leggen de focus op dit prachtig moment. Nou, er is zeker langer dan een maand terug, was ook de heer Marlon Oosterling, directeur van SWM hier, samen met DNA-lid Roselli Cotino. Ook met andere nog meer prominente en ze hebben hier natuurlijk de bewoners gesproken. En de bewoners hebben natuurlijk hun behoefte kenbaar gemaakt, waaronder het ontberen van gezond drinkwater. Er is gelijk daarna door de heer Maran Oosterling alle zaken voorbereid. En hij heeft een start gemaakt en vandaag is de oplevering van 8 stuks aftapmogelijkheden hier in een van de zijstraten van Leiding 20. En de bedoeling is natuurlijk dat de mensen nu beschikbaar hebben gezond drinkwater. Wel nog niet in hun huis, maar het is natuurlijk
alvast een heel stuk ondersteuning, om het zo aan te geven, naar de gemeenschap. Dat ze dus wel nu bereikbaar hebben gezond drinkwater, weliswaar vlak voor hun huis. Sommigen moeten nog even een stukje lopen. Maar daarom gaan we natuurlijk ook kijken naar de infrastructuur hier. En dat is de weggedeelte. Die is er wel slecht aan toe. Dus daar gaan we zeker ook onze aandacht aan besteden. Omdat ook de gemeenschap hier heeft gevraagd voor een busverbinding. Via de DC is de mogelijkheid al gecreëerd om deze weg door te verbinden met Sunny Point. Dat is voor een deel ook al rond. Dus het loopt goed. En voor openbare werken ligt natuurlijk het werk weggelegd om deze weg hier begaanbaar te maken en te houden. En de goten moeten ook opgehaald worden. We merken natuurlijk dat een heleboel van de inritten, de overlopen, zwaar verstopt zijn. Vandaar dat sommige gebieden echt hoog, het water echt hoog is en andere weer heel erg droog. Dus je merkt natuurlijk dat er behoorlijk wat werk hier nog te verrichten is. Maar ik denk natuurlijk met een gezamenlijke inspanning vanwege de commissaris, het ministerie van Openbare Werken, maar ook ondersteund door de gemeenschap hier ter plekke zelf, dat het zeker mogelijk is om dit werk hier uit te voeren. De voorbereidingen voor het opleveren van een verbrandingsoven en de bouw van het streekziekenhuis de Atjoni verlopen naar wens. Binnen niet al te lange tijd zal de verbrandingsoven opgeleverd worden en de eerste steenlegging voor het streekziekenhuis plaatsvinden. Districtscommissaris Humphrey Jeroux hierover. Onze president heeft een milieuproject geïnitieerd, een milieuplan geïnitieerd. En een onderdeel daarvan is een project met verbrandingsovens die hij vrijwel overal in het land wil plaatsen. En Atjoni is de beurt, is aan de beurt om er één te krijgen. En op dit moment zijn de jongens het gebouw aan het afronden. Die machine staat er al. Ze hebben dat gebouw al bijna af. Dus we kunnen zeggen dat we binnen enkele weken de opening van de verbrandingsoven kunnen hebben. Wat voor opluchting zal zo'n verbrandingsoven zijn voor het gebied? Laat me zeggen dat het voor het gebied Atjoni een hele opluchting zal zijn. Omdat je op een betere manier vuil kan verwerken. We zitten natuurlijk heel veel met chemisch afval. Plastic zakken, noem je dat, petflessen, foambakjes. De mensen kunnen dat niet kwijt. Verbranden lukt niet altijd. En het is ook natuurlijk ook giftig, dus het is niet handig om het zo te doen. Dus met die oven erbij zijn we een heel grote stap verder. Ik moet er gelijk bij vertellen dat het voor dit moment niet een opluchting is voor boven Suriname in zijn algemeen. Want boven Suriname is te groot voor zo'n kleine oven. We hebben dus gevraagd via de minister van Volksgezondheid, die eigenlijk de trekker is van het project, dat er nog meer ovens komen voor de dorpen in het gebied, de concentraties, de resorten. Er zijn dorpen die één nodig hebben, zelfs je zou bijna kunnen zeggen dat ze twee nodig hebben. Heel grote dorpen als Pikinslee, Guyaba, die dorpen zijn geen kleine dorpen. We praten over in termen van 4000 en meer. Die mensen hebben eigenlijk apart een oven nodig. We gaan ervoor pleiten dat er meer komt in het gebied en daar zal ik bij blijven. Ik heb het al heel duidelijk gemaakt aan de minister, die dus de trekker is, dat ze ervoor moeten zorgen dat er meer ovens komen voor het boven Suriname gebied. Maar de ene die we nu hebben, daar zijn we heel blij mee. Dat moet ik ook, moet me haasten om dat te zeggen. Maar dat zal niet de enige zijn. Ik ga ervoor vechten. En ik heb al van de minister begrepen dat de president gevraagd heeft om ik dacht ongeveer 100 nog te bestellen. Die zullen misschien landelijk niet genoeg zijn. Nou, dan blijven we bestellen. Want dit is een goed project. Het is een goed project en dus de mensen zullen er heel, heel erg blij om zijn. Echt wel. DC, wat mag er in zo'n oven verbrand worden? Nou, in de oven mag je de volgende items niet verbranden. Wat je niet in die oven mag verbranden zijn geen spuitbommen. Bijvoorbeeld deodorant, spray, insecticide enzovoorts. Je mag geen brandbare vloeistoffen erin doen, gasoline, diesel, geen grote metalen voorwerpen en bijvoorbeeld microwave ovens, grote lege blikken. Wat er wel in mag is huisvuil.
plastic, papier, foambakjes, plastic bakjes, dode dieren, vervallen medicamenten, infectiemateriaal, gebruikte naalden, vuilgas, dus zeg maar medisch afval. En alle soorten afval zoals ik dat heb opgenoemd. Natuurlijk zullen er meer dingen zijn die we niet hebben opgenoemd. Maar de deskundigen, dat zijn de mensen die in de oven gaan werken, die zullen de fijne van de zaak weten. De instructies zullen gegeven worden. Er zal een training komen, een heel korte training voor de mensen die in die oven zullen werken of bij die oven zullen werken. Die krijgen dan een training en zullen ze wel weten hoe de scheiding te maken en wat er precies niet in. Maar dit zijn dus gewoon voorbeelden van zaken die dus er wel in en welke er niet in niet mogen worden verbrand erin. Dus over niet al te lange tijd mogen we dit heugelijk feit vieren? Absoluut. Jullie krijgen zeer zeker de uitnodiging. En dan gaan we dus zeg maar de ingebruikname inluiden. De minister van Volksgezondheid die heeft dus ook aangegeven dat er een ziekenhuis komt te Acuni. De plek is al opengestoten. Wat kunt u ons vertellen over het project hiervan? Laat me aangeven dat de nood erom vraagt. Ik heb het al gezegd, boven Suriname is een groot gebied. 58 dorpen, nou, dat is niet weinig. De medische zending, petje af voor de medische zending, die hebben jaren hier de medische zorg verricht. Dat gaat zo blijven. De eerste lijn zorg wordt dus door de medische zending gedaan. En de zorg om patiënten naar de stad te vervoeren met het vliegtuig of met de boot, dat was allemaal gedaan de afgelopen jaren door de medische zending. Tot op dit moment nog doen ze het. Met het ziekenhuis wordt beoogd de tweede lijn zorg dichtbij te brengen. Dat gaat maken dat er een goede samenwerking moet zijn tussen medische zending en dit ziekenhuis. Het is een soort streekziekenhuis. En met een goede samenwerking kan in dit ziekenhuis de tweede lijn zorg geboden worden. Mensen die niet behandeld kunnen worden bij de poli van de medische zending, maar nog net niet naar Paramaribo zou hoeven te gaan, die kan dan naar het streekziekenhuis. En als bij het streekziekenhuis ontdekt wordt dat deze patiënt echt wel beter of op een hogere manier medische zorg verdient, dan gaat deze patiënt verder worden gebracht naar de stad. Met eerste lijn zorg bedoelen we dus een snee, koorts, een buikpijn, een hoofdpijn, weet je, zwangerschapscontrole. Dat zijn de dingen die medische zijn in de afgelopen bevallingen. Dat zijn allemaal dingen die ze hier hebben gedaan de afgelopen jaren. Maar er zijn soms wel dingen die eigenlijk niet eens naar de stad hoeven te gaan, maar ze zijn net niet genoeg gespecialiseerd om dat gedeelte op te vangen. En zo gaat dus het ziekenhuis dus inspelen op deze zaken. Dus het is een en al een voorziening in de behoefte die er jaren is geweest. Ja. De Verenigde Naties heeft het jaar 2019 uitgeroepen tot het jaar van de inheemse taal. Het directoraat cultuur heeft in dit verband een persconferentie gehouden, waarbij zij dus aangeven dat zij samen met de inheemse gemeenschappen van Suriname willen werken aan behoud van de inheemse talen. Dit alles is gevolgd door een workshop. We nemen u mee naar dit moment. Vandaag is een belangrijke mijlpaal. We hebben een belangrijk moment bereikt bij het directoraat cultuur, dat we vertegenwoordigers van vrijwel alle inheemse volken in dit land bij elkaar hebben, om van gedachten te wisselen over hoe wij samen invulling gaan geven aan het jaar van de inheemse talen, dat dit jaar is uitgeroepen door de Verenigde Naties. We zijn maanden bezig geweest, vanaf we hoorden over de instelling van dit jaar, hebben we het aangegrepen als een goede activiteit om invulling te geven aan het beleid waar we al heel veel jaren bij betrokken zijn, namelijk immaterieel cultureel erf. Immaterieel cultureel erfgoed is dat sa de biggest van voor nu leer unu, sa de lip na bakagi unu. En dan praten we over alle
etniciteiten in dit land, alle culturele groepen. Het is het waardevolle die wij als etniciteiten, als culturele groepen, hebben behouden van onze voorouders. Het directoraat cultuur is verplicht om daar beleid op te maken. Hoe ga je het conserveren? Hoe ga je het beschrijven? Hoe ga je het overdragen? Hoe ga je de gemeenschappen, de mensen helpen om inderdaad de jongeren voldoende bewust te maken van hoe belangrijk het is dat je weet wie je bent. Dat je weet waar je vandaan komt als Surinamer. Dat je weet wat je voorouders allemaal hebben meegenomen. Want we zijn met uitzondering van de inheemse, daarom heten ze ook inheemse volkeren, zijn wij allemaal hier naartoe gebracht. Wel, wat is nu zo belangrijk dat het hier naartoe is gebracht en ook belangrijk genoeg geacht wordt om behouden te worden? Dat bepalen de mensen zelf. Niet het directoraat cultuur bepaalt dat, de mensen zelf bepalen dat. En we zijn dit jaar dus bezig, of op dit moment vandaag, met de inheemse. Maar we zijn al jaren bezig met andere groepen. Zoals de Afro-groepen, waar Nax inderdaad de Koto al heeft beschreven. Zijn nu bezig te beschrijven de Anissa. Zij hebben gezegd, als voor hun doelgroep is dat van belang. Nu om te beschrijven, bij de Javaanse broeders en zusters heeft VAJI zich bezighouden met de Gamalang. Ze zijn daar serieus mee bezig. En zo doen ze dat met het directoraat cultuur. Maar de andere groepen, daar zijn we ook mee bezig om hun te helpen te identificeren. En te bepalen van, op dit moment vinden we dat wij dit hier aandacht aan gaan besteden. Tot zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.